We waren gisteren vrij nat. We hebben toch heel de, eigenlijk heel de vrijdag op slecks gereden. Ging eigenlijk goed, totdat we op de vierde KP of op de tweede KP even rechtdoor schoten. En daarmee hebben we wat tijd verloren en op de vierde KP lek reden. Desalniettemin mogen we niet klagen. Eerst in de klasse momenteel, ruime voorsprong. Dus het gaat naar omstandigheden goed. De auto die had wat kleine kuurtjes, de servicejongens hebben opgelost. Zo te zien zijn ze nog volop bezig, maar daar hebben we het volste vertrouwen in. En goed, gas erop dadelijk en dan zorgen we dat we even mooi op de finish halen. Thank you.